Yo mensen, en vet, jullie kijken naar een nieuwe vlog. Zo, ik zeg, wat heb jij doen? Het is een beetje aan de late kant. Ik zal even kijken hoe laat het nu precies is. Het is nu 10 voor... Hoe laat is het? 10 voor 8. En ik moet de trein van 8 uur hebben, dus ik moet een beetje opschieten met deze vlog. Ik zal niet, tenminste nu met dit stukje, ik zal niet te lang maken, misschien net een minuutje. Ik sta hier nu dus in de woonkamer en ik heb vanmiddag school tot en met, hoe laat was het ook weer, 12 uur. En daarna ben ik klaar met school en dan ga ik even kijken of ik misschien in de stad wat ga doen. Want ik heb nog geen zin om dan meteen naar huis te gaan. En ik ga even kijken of dan iemand met me mee wil, want ik heb geen zin om alleen te gaan, daarom. Dus dan zie ik je zo meteen weer en dat is dan waarschijnlijk in de stad naar school, dus tot zo. En wat wou ik maar zeggen? Oh ja, ik ga dus naar de stad toe. Even wat eten halen. Ga niet meer mee met de boeien flikken. Ik ga het lekker alleen doen. YOLO, ik heb veel vrienden. Mot. Maar nee, trouwens, ik heb best veel vrienden. Eigenlijk, dat is leuk aan mijn klas. Eigenlijk is ik ga hier zo. Hier is één groot grasveld. Die ga ik even in één keer oversteken. Want ik heb geen zin om te lopen. Maar wat ik dus wil zeggen. Onze klas die is, dat is heel leuk. Want eigenlijk is onze klas is één grote vriendengroep. En dat is echt wel heel vet. Want dat vind je niet vaak tegenwoordig in klassen. Dat een klas echt gewoon, dat die hele groep, dat het gewoon één grote vriendengroep is. Ik ga even, hier zit een ijzerdraad. Stap ik even overheen, kijk misschien dat je het kan zien. Zie je, ze heel hekkenwerk hier zo, stap ik even overheen. Maar zoals je dus weet, is mijn, zoals je net hebt verteld, mijn klas één grote vriendengroep. En dat zie je niet vaak meer. Want tegenwoordig, alle klassen worden allemaal onderverdeeld in groepjes. En dan, en die groepjes die gaan onderling weer allemaal dingen doen. Maar onze klas die spreekt heel vaak ook gewoon, met heel veel met onze klas bestaat volgens mij uit 19 mensen. En dan spreken wij ook gewoon heel vaak af met 20. Wat de fuck, dat kan helemaal niet. We hebben 19 mensen. Maar onze klas spreekt heel vaak af met heel veel mensen om dan gewoon iets leuks te gaan doen. Wow, het is echt warm. Het is oprecht warm. Even kijken, ik loop nu richting de stad. Ik ga zo meteen in de stad denk ik nog even een beetje vloggen. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Dus later. Hi dog, what you doing? Just walking around. Cool stuff, bro. Cool stuff, bro. What you doing? Just walking around. Yeah, awesome. Zo ziet zijn we de hond aan het uitlaten. Ik heb eigenlijk best wel veel te doen eigenlijk. Dat is best wel gek, want normaal heb ik echt niks te doen. Ik ga even kijken. Wat ga je doen? Maar normaal heb ik dus eigenlijk helemaal niks te doen. En tenminste niks te doen. Ik heb normaal minder te doen dan vandaag. En dat vind ik wel leuk eigenlijk, om een keertje een beetje een drukke dag te hebben. Want op die manier krijg ik tenminste ook wat van mijn leven te zien. En dat vind ik leuk. Tenminste, eigenlijk ben ik niet druk. Ik maak vooral mezelf heel druk. Niet op de manier van dat ik denk van, oh jee, ik moet echt nog heel veel doen. Maar meer op de manier van, oh jee, ik ga vandaag het heel veel doen omdat ik er gewoon zin in heb. Zoals de hond uitlaten en zoals een broodje kopen en zoals naar school gaan. Oké, dat moet gewoon, maar oké. Dus hier ben ik in het bos. Hier zo, prachtig bos. Wow, echt mooi man. En ja, het is, je kan het ook niet echt een bos noemen. Er staan bomen. Dat is meer het idee. Het is niet echt dat het echt een bos is of zo. Ik had vandaag een gesprek met mijn mentor. Zo zou je het kunnen noemen. En ja, het was echt best wel een goed gesprek. Het ging nog over school natuurlijk. En het ging nog over stage. Het ging nog over hoe ik op dit moment, hoe ik me in de klas gedraag, weet ik het allemaal. Want voorheen was dat zo dat ik best wel druk was in de klas. En dat ik heel veel praatte en zo. Oké, dat hoeft jullie eigenlijk helemaal niet te zien. Er zitten poepen. En zoals jullie weten, tenminste niet zoals jullie niet weten. Ik was altijd heel druk in de klas. En ik heb er geprobeerd te veranderen om minder druk te zijn in de klas. En ik vind dat fijn, want de leraren die merken dat aan mij, zeiden ze. Dat vind ik best wel fijn om te horen, want op die manier, het betaalt wel, hoe heet het ook weer? Het werpt zijn vruchten af, dat probeer ik te zeggen. Even van hand verwisselen, Jesus Christ. Misschien moet ik meer gaan trainen met mijn handen, if you know what I mean. Want de camera vasthouden is nog best wel een zware opgave. Ik dacht altijd dat het eigenlijk best wel mee viel een camera vasthouden, maar eigenlijk valt het helemaal niet mee. Het is best wel zwaar. Ik hoop trouwens dat jullie mij kunnen horen, want het waait echt wel, nou, niet hard of zo, maar er staat een windje. En dat is best wel kut eigenlijk, want dat is eigenlijk, volgens mij is dat een van de ergste nachtmerries van een vlogger, dat het heel hard waait.
Oh, wacht, daar staat een boomhut. Ik zal hem eens laten zien. Kijk, ik ga even die draaien. Help. Kijk, daar staat een boomhut. De laatste keer dat ik hier was, waren ook, ik heb jullie in dezelfde hand vast als dat ik een hond ook vast heb. Dat is dus die boomhut. Ik hoop nu niet dat ik met mijn hand ergens op een microfoon zit of zo. Maar dat is dus de boomhut. De vorige keer waren er allemaal jongens en meiden waren bezig met dat ding te bouwen. Het hele bos ligt half in puin, omdat toen met die wind hier, zo met die fucking sterke wind. Het hele bos ligt hier nu in puin. Moet je kijken, overal liggen takken op de grond en zo. Ook van die fucking huge takken. Van die wind van toen. Holy fuck, wat zijn ze daar nou aan doen? Ze zijn niet uit de tuin aan het tillen of zo. Dikke hijskraan staat, ik weet niet of jullie het kunnen zien, kijk. En van de gigantic ice crane. Dat is geen Engels, dat is gigantic ice crane, dat weet ik. Maar dat doe ik expres, vind ik leuk. Ik vind het echt leuk om Nederlandse woorden, om die in het Engels zo Engels mogelijk uit te spreken. En dat je dan allemaal van die mensen hebt die dan zeggen, dit is helemaal geen Engels. Of dat ze zeggen, ja. Ook met, met garnalen. Met mijn zus deed ik dat toen een keer. Was tijdens Comette, we hadden garnalen en toen waren we vergeten hoe het heet in het Engels. Het zijn natuurlijk shrimps, garnalen. Maar toen zeiden we, can you pass me the journals? Maar een journal is natuurlijk een krant. Dus ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Die hond zit overal te pissen, jongen. Volgens mij is die hond echt van ons, die heeft echt een probleem. Die pist overal tegen elke boom die hij tegenkomt. Maar volgens mij is het gewoon een of andere territorium afbaker ding of zo. Maar in ieder geval, ik ga voor nu serieus de hond het laten zorgen dat hij overal poept en plast en kut. Zo. En dus ik ga even, ik ga weer stoppen. Tot zo, jongens, tot zo. Yo mensen, vet dat jullie kijken naar weer een nieuw deel van mijn vlog. Zoals jullie zien zit ik fucking relaxed, onderuit gezakt hier zo achter mijn bureautje op mijn stoel en swag en shit. Maar wat is het gekke is, ik zat een beetje huiswerk te maken en shit op mijn computer, want ik moet allemaal dingen afmaken voor school. Maar toen zag ik een keer dit, let op. Ik zal even jullie hier houden, let op. Die computerswarm staat nu achter jullie op dit moment. Moet je maar eens achter je kijken, hij staat er echt. Maar het droog is, dus ik wou op YouTube en toen kreeg ik een of andere foutmelding. Kijk dit, ik zal even kijken. Ik zal even het beeld draaien en zal ik je even een voorbeeld geven. Kijk, dit is een stuk op mijn scherm. Ik ga even hierheen. Even mijn abonnementen. Zie je zo alle video's. Nou, ik zie hier toevallig een video, deze. Van Jorn, dat hij aan het livestream is. Nou, die klik ik even aan, let op. Boom. Kijk dit. Nou, jullie kennen het allemaal vast wel, er staat er iets over... Er staat er iets over, wat staat er ook weer? A team of high trained monkeys has been dispatched to deal with this situation. Ik duw de camera heel open over mijn hoofd. Maar dat staat er dus in één keer en ik weet niet hoe ik het wegkrijg of zo. Volgens mij gaat het vanzelf al weg. Vast wel een of andere YouTube-bug. En ik zal je even daar neerzetten weer. Ga ik er even overheen zitten en dan ga ik even mijn hoortje doen. Zoals jullie dus doorhebben is deze vlog al best lang bezig en ik vind het wel best wel ongeveer. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en dan zeg ik tot de volgende keer. Ik moet morgen doen. Ik ga snel vertellen wat ik morgen moet doen. Ik moet morgen naar de tandarts. 'S ochtends vroeg en dan heb ik om kwart voor elf of kwart over elf begint mijn school. Tot en met vier uur volgens mij. Sorry, ik heb een haar in mijn nek en die is niet van mij want hij is heel lang. Chicks. Sorry, ik moest een boel laten, maar ik bedoel dus te zeggen chicks. Maar dat dus, ik moet morgen naar tandarts en wat nog meer? Eigenlijk nog helemaal niks meer. Ik weet nog niet wat ik dit weekend ga doen. Misschien dat ik naar een vriend ga in Maastricht, maar dat weet ik nog niet zeker. En dan zou ik jullie ook wel lekker meenemen naar Maastricht. Altijd gezellig. En dan zie ik morgen wel wat ik ga doen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Later. Dat kan zo realistisch over. Ja, later.